Hashtag ITQ Dream Job. Ja, de baan van je dromen. Woorden die bij mij opkomen zijn trots, kennisdeling en daardoor elkaar sterker maken. Mijn naam is Ilona, ik ben HR-manager voor ITQ. En ja, ik kijk enorm uit naar een gesprek dat ik vandaag heb met Jesper, IT-consultant voor het team End User Computing. Welkom. Dankjewel. Ja, om maar meteen met een vraag te beginnen. Als jij jezelf in vijf woorden zou mogen omschrijven of introduceren, ja, wie ben jij dan? Ja, het begin van mijn introductie heb je eigenlijk al gedaan. ik zou mezelf omschrijven als betrokken, grondig, gepassioneerd, volhardend, maar vooral ook recht door zee. Ja, mooi, want zo ken ik je. Wij hebben, nou ja, toen we natuurlijk de recruitmentgesprekken ingingen, hebben we veelvuldig met elkaar gesproken. Ja. Terugkijkend naar die tijd, wat trok jou toen aan om die stap naar ITQ te maken? Toch vooral het beeld van saamhorigheid van buitenaf. Het lijkt echt een, en het is ook, kan ik inmiddels stellen. gewoon echt een soort gemeenschap. Weet je, je doet alles met elkaar om ook met elkaar verder te komen. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Want als je kijkt naar de afgelopen periode, je hebt verschillende projecten gedraaid. Wat is nu een project waarvan je zegt van ja, daar ben ik echt wel, daar loop ik warm voor of dat heeft indruk op me gemaakt? Ik denk dat toch mijn meest recente project is voor een grote klant die in de industriële sector werkt. En het was heel moeilijk om attractie te krijgen bij de klant. Maar samen met mijn directe collega's van zowel het end-user computing team, maar ook vanuit onze projectmanager, is het toch gelukt om daar attractie te krijgen. En merken we nu echt dat de klant ook doorheeft dat we ze verder aan het helpen zijn. En dat, ik denk dat dat een heel mooi gevoel is. Dat het is moeilijk geweest, maar je merkt nu dat het goede kant op gaat. En dan dat je ook echt dingen aan het bereiken bent met z'n allen. Ja, dat is gaaf. En wat, als je terugkijkt, wat heeft dan wat is de kanteling geweest? Ik denk toch de volhardenheid. Niet alleen van mij, maar ook van onszelf. Dat we toch gewoon zijn blijven benadrukken wat belangrijk is. En niet alleen voor ons, maar ook voor de klant. Dat ze echt inzien dat we het beste met ze voort hebben. Mm, mooi. Hey, de cultuur, veel over gezegd. Dat is ook een topic wat je volgens mij regelmatig terug hoort. Als jij hem zou moeten beschrijven, wat is voor jou de ITQ-cultuur? Oeh, dat is een hele goeie. Ik zou toch zeggen informeel. Mm-hmm. We komen regelmatig bij elkaar en de sfeer is gewoon fantastisch. Weet je, alsof je elkaar al jaren kent. En toch ook vooral een heel erg een gevoel van saamhorigheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We doen het echt met z'n allen. Mooi, heel mooi. Jesper, dan wil ik je enorm bedanken. Jij hebt hashtag ITQ Dream Job weer wat meer ingekleurd. Rest mij eigenlijk de vraag, heb je nog iets wat je ons wil meegeven? Ja, zeker. Mocht je ook deel uit willen maken van dit team of van een ander team binnen ITQ. Mocht je twijfelen, schiet mij of een van mijn collega's gewoon een keer aan. Dan kunnen we een keer een kopje koffie drinken of een keertje bellen. Het maakt allemaal niet uit. En dan vertellen we je graag meer over het werken bij ITQ. Dankjewel. Alsjeblieft. Hi, Box.